Deze nieuwsuitzending. Dat is een reactie op een uitzending van een tv-programma en dat heet Zondag met Lubach. Ik heb er wel eens wat van gezien. Ik kijk, ik heb zelf geen tv en ik kijk ook niet via internet naar tv. Ik word er helemaal gek van. Ik heb hier dan wel naar gekeken omdat uh, Nathan, 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 White mij dit vroeg. Nathan White is een van de mensen die uh, naar mijn kanaal kijkt, luistert. En die ook luistert naar Jurk Liesman. Uh, het is uh, iemand die. Nou, ja, hij is 34 of zo. En een stuk slimmer dan ik was toen ik 34 was. Of hij weet meer. Dat moet, ja, dat slimmer. Dus wel iemand die goed heeft opgelet in de afgelopen jaren. Dat kan je niet van iedereen zeggen. En die attendeerde mij op deze uitzending. Even. staat hier uh, boeren en stikstof, zondag met Lubach en dan tussen haakjes S van Simon. En dan het aantal 10, S10, seizoen 10 ofzo. Perry, zou jij daar met jouw kennis een keer een filmpje over willen maken? Want als ik het goed begrijp, is het nieuwe argument dat stikstof te goed is voor planten en daardoor de slechte planten de goede planten verstikken. Nou, ik heb uh, om die reden dan gekeken. Ik heb tien minuten erop zitten en ik kan er niet langer tegen. <laughs> ik word er helemaal niet goed van. Ja, waar ik uh, niet goed van word is dat ingeblikte uh, gelach wat ze erin doen. Hè? Dus dan, dan maakt uh, meneer Lubach een grapje en dan uh, piep, gaan mensen... Hiehiehie. En ja, het begon er nou mee met die boerenprotesten. En dan staat er een, een jongen die staat voor een, een ding om muntjes uh, te kopen. En dan gaan ze die man dan vragen stellen. Ja, maar die man die staat in de rij om muntjes te kopen. Dus die geeft even tussen neus en lippen door. Uh, nee, tussen neus en lippen door antwoord op. 1, 2, 3 vragen die gesteld worden. En dan is hij aan de beurt en dan bestelt hij muntjes. En dan maken ze daar een mopje van. Dan kijk, die boerenjongen die, die nemen de boel niet serieus. Die, die worden dan geïnterviewd voor de TV. En dan gaan ze muntjes bestellen. Ja, hun gaan daarvoor die dingen, vragen staan stellen. Ze kunnen ook uit beleefdheid. Ik word er dus ontzettend boos Ik, ik heb de neiging om te gaan schelden. Ik moet even die woede <laughs> laten afzinken. Maar nee, dat is echt nou eerlijk. Die boeren die krijgen een partij maatregelen opgelegd waardoor hun bedrijfsvoering een hele gevoelige slag krijgt toegediend. Die maatregelen gaan uh, nooit meer worden teruggedraaid. En je kan er gif op innemen dat de volgende maatregelen al in voorbereiding zijn. En de boeren worden al sinds jaar en dag beknibbeld, bedisseld, uh, gepiepeld, zou mijn vader zeggen. Met een regeltje dit en een regeltje dat. En 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 Het is te erg voor woorden. Ik vind dat ze die agrarische sector met rust moeten laten. Punt. En als er iemand last heeft van de bemesting die een boer doet. Dan moet dat helder gemaakt worden. En misschien dat zo iemand dan maar ergens anders moet gaan wonen. <laughs> <laughs> ja. uh, dat is maar de vraag. Uh, die boer. Die wordt geacht in de markt te concurreren. Die moet een bepaalde hoeveelheid kilo's van zijn land oogsten. Daar moet stikstof bij. En dat kan je heel leuk doen uh, met dierlijke mest. Maar in de regel werkt dat niet goed. Ik heb dat al uitgelegd dat. Dierlijke mest is qua samenstelling niet gelijk al geschikt om planten in te laten groeien. Daar komt wel wat meer bij kijken. Dus dan verval je toch al snel tot kunstmest. En, ja, en, ja, niet alle kunstmest wordt opgenomen door de planten. Een deel komt in het grondwater terecht. En, ja, natuurlijk. En zeer zeker heeft dat invloed op de. Planten groeien in de omgeving van zo'n weiland. En dan heb je het over grondwater. En in het grondwater, daarin komen dan nitrieten en nitraten. Dat is voor de rest voor een mens. Uh, je hoeft niet bang te zijn dat je. Uh, want het grondwater wordt bij ons natuurlijk ook gebruikt voor de watervoorziening. Nou, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. De concentraties nitriet en nitraat in het grondwater, daar ga je echt niet dood aan. En grondwater moet toch gezuiverd worden voordat je dat voor menselijke consumptie kan gebruiken. Dus kijk, de menselijke waterproductiedingen, dingen er loopt geen gevaar doordat boeren een kunstmes gebruiken. Echt niet. Dat is niet waar. Maar je kan je voorstellen dat als er naast een boerenweiland, dat daar dan een natuurgebied is met een hele arme, stikstofarm natuurgebied. Ja, dat, dat gaat veranderen. Ja, er komen andere planten en dieren op af. Want die stikstofarme gebieden, punt 1, daar heb je dus niet veel planten. Er zijn niet zoveel planten die in die stikstofarme omgevingen kunnen overleven. En er zijn dus ook niet zoveel dieren die daarop uh, ingesteld zijn, omdat die planten niet zoveel voorkomen. En ook is het zo dat die planten en die dieren die in die stikstofarme grond leven, dat die veel bijzonderer zijn. Natuurlijk is dat zo. En er valt best wat voor te zeggen om in Nederland uh, overeen te komen dat je een aantal vierkante kilometers aanwijst. Als uh, hier gaan wij, uh, dit wordt een uh, soort natuurreservaat. Waarom niet? Dan moet je er even goed over nadenken. Heb ik al uitgelegd, dan sla je een damband. Dan hou je het grondwater tegen van wat eventueel vanuit de Nagariër kan komen. En dat is het. En de stikstofconcentratie in de atmosfeer... Nou, dat wordt natuurlijk ook geproduceerd door de veehouderij. Omdat de dus urine lucht van koeien en varkens en kippen. Zo. En de poeplucht, er zit ammoniak in. Dat, is, dat weet ik ook. Nou, is het zo dat in de lucht... Verdunt die, uh, die, die rommel zich al heel snel. De, en dat gaat, heel, dat gaat keihard. Dat is mijn studierichting, studierichting geweest. Ik weet dat het heel hard gaat. Dus als je een emissie hebt en een, een emissiepunt, dat betekent de plek waar de rommel in de lucht komt. En daar is de concentratie zeg maar 10 of zo. Ja, uh, 500 meter verderop is de concentratie nog maar 0,1. Maar zo hard gaat dat. En vijf kilometer verderop is de concentratie 0,001. Dat zakt keihard in elkaar. En dat komt omdat de, ja, de, de lucht. Die, die stroming van de lucht die is turbulent. Zo heet dat. De stroming van een fluidum. <laughs> Mooi woord is het. Een fluidum kan zijn een vloeistof. Of een gas In principe kan je ook een vaste stof hebben Als fluidum, Maar dat, dat is uitzonderlijk Ik vraag me af of dat überhaupt wel kan Maar je zou het, het zou kunnen zijn dat ze in de geologie Dat ze daar ook dan ja. Maar laten we het houden Bij de normale dus je, Vloeistoffen die kunnen stromen en gassen en stroming dat kan op twee manieren. De ene manier is laminair en dan stroomt het met laagjes over elkaar heen. En dan als de onderlaag als de onderbodem zeg maar, die staat dan stil en dan wat er overheen stroomt, dan heeft een snelheid. En dan vlak boven de bodem is die snelheid heel laag en dan iets verder van de bodem af is de snelheid een beetje groter en op hogere hoogte is de snelheid maximaal. Dat is laminaire stroming. Dat komt in de atmosfeer niet voor, omdat de, dat noemen ze de viscositeit van de lucht. Dat is de, en viscositeit staat gelijk aan de stroperigheid. En de stroperigheid van lucht is enorm laag. De stroperigheid van stroop, die is heel hoog. Dat is heel viscoos, maar lucht niet. En als lucht dan... Ja, als je de lucht heel langzaam een heel langzaam windje hebt. van 0,1 centimeter per dag of zo. Heel weinig, hè? Heel langzaam waait, nauwelijks waait. Ja, en dan is het laminaire stroming. Hè? Maar dat komt niet voor in Nederland. Echt niet. het is windstilte. Maar dan stroomt het helemaal niet. En windstilte, dat komt in Nederland bijna niet voor. dus Twee op de honderd dagen per jaar is het in Nederland windstil. Ongeveer. En de rest waait het altijd ja. continu. Ja. En dan is het turbulent. En dan bij turbulente stroming. dan vormen zich wervels in de atmosfeer. En die wervels die draaien in de rondte. En die draai je horizontaal, maar die draai je ook verticaal. En die draai je ook diagonaal, dus scheef of schuin. Die, die, draai, je, die draai je zelfs achterstevoren. Kijk maar eens op een mooie winderige dag. Als je, het is nu herfst. Hè? En dan moet je eens kijken hoe de blaadjes door de lucht heen gaan als het, dan, als het waait. Dan, dan zie je soms de blaadjes dus in de windrichting meegaan. Maar soms gaan de blaadjes gewoon ook weer terug hoor. Dat komt omdat er wervels. En die wervels draaien alle kanten op. Dus totaal chaotisch. Ik heb me daarin verdiept. Om dat toch te modelleren. Omdat die chaotische. Dus theorie, komt dat is chaostheorie, komt daar tegenaan hè. Het chaotische gedrag van de stroming van de lucht. Om die te vangen in een model. Het is mij heel goed gelukt, heb ik daar een, heb ik een hoog cijfer voor gekregen op de Landbogenschool. Dus ik weet waar ik het over heb, echt, geloof me maar. En die concentratie van zo'n zoiets als stikstofdioxide of monoxide, dat daalt heel snel met de afstand vanaf de bron. Dus vlak rondom de bron is die concentratie, zakt die langzaam in elkaar, maar op, op honderden meters afstand of 16, 20, 30 kilometer afstand, heb je dat helemaal, dat, is dat weg. Helemaal weg, man. Is dat tot zo'n lage concentratie teruggebracht? Dat je gaat mij niet wijsmaken dat uh, de geelgerande bruinkikker daar last van heeft. Of, uh. En planten kunnen op zich niet de stikstofoxide uit de lucht halen, hoor. Uh. Dus die concentratie moet dan hoog zijn, moet het bijna toxisch zijn, en daar zou een plant er last van kunnen hebben. Uh, ik heb foto's, ik weet, uh, ik weet het, dat in de omgeving van. Kippenboerderijen, van die kippenstallen, hè? waar ze honderden duizenden kippen hebben. En die produceren een uit poep, jongen. Nou, Rondom die boerderijen heb je dan. Uh, dan kan je op de boom, aan de boombasten kan je zien waar de kippenboerderij staat. Want aan die kant is de boombast verkleurd. Ja, zo hoog is die ammoniakconcentratie. Maar dan heb je het dus over de bomen vlak rondom die boerderij. Maar niet op grotere afstand. En wat ze nu merken in, de, in die verarmde gronden: dat die zo langzamerhand niet meer zo verarmd zijn. En dan komen daar plantjes in die. Uh, dus die dat zo uitleggen. Die, die planten die gewend zijn aan die hele arme grond die zijn er helemaal op ingesteld. En die hebben dus dat concurrentievoordeel ten opzichte van andere planten, omdat die planten er wel tegen kunnen, tegen zo'n arm milieu. Maar als je dan de stikstofconcentratie in de bodem op gaat voeren, dan valt dat voordeel weg. En dan worden die planten eruit geconcureerd door, ja, noem het maar, doodnormale plantjes. Niet meer die bijzondere plantjes. Dat, daar heeft de natuurbeweging een, een punt. Tuurlijk. Nou, vandaar dat ik ook zeg... Ja, laten we... Aan, neem de Hoge Veluwe of de Drunnense Duinen. En zeg dan... nou, die maken we stikstofarm. Dan heb je een, kan je je goed concentreren. Eventueel... moet je dan een boer... die, ja, die dan vlak in de buurt... van zo'n natuurreservaat ligt... dat je daarmee moet gaan praten... En, ja, die man hoeft niet misschien per se zijn bedrijf uh, te kappen. Of ik zou zeggen hij, hij zou dat bedrijf dan op moeten geven. En dan zou die boer gecompenseerd kunnen worden. En dat hij dan die business kan voortzetten in de Noordoostpolder. Kijk, de Noordoostpolder, daar kan je niet met je droge ogen volhouden dat dat een stikstofarm natuurreservaatgebied moet worden. Want dat was vroeger zee. Dat was helemaal geen. Dat is door de mensen, dat is, een land, dat is een landwinningsland. Een relatief rijke bodem zit daar. Hetzelfde geldt voor Groningen en Friesland. En Groningen was vroeger, ja, de, 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 ik heb daar gewoond op een terp. Nou, dat zegt al genoeg. En die terp die lag al 13 kilometer afstand van de stad Groningen. Dat zegt al genoeg over, dan moet je wel weten wat een terp is, maar een terp is een verhoging in het landschap. Voor het geval dat het hoog water wordt. Zodat er water overstroming komt. Kortom, Groningen, dat liep vol met water, eens in de zoveel tijd, tot aan Groot Wetsingen. En Groot Wetsingen ligt op 13 kilometer van de stad Groningen. Nou, pak even je Google Maps erbij. Dan kan je even een schatting maken. welke delen van Groningen vroeger regelmatig onder water liepen. Dermate vaak dat die mensen daar een terp gingen bouwen. En dan maar boven de terp gingen zitten. voor het geval het hoogwater werd. En dus niet hoogwater in de zin van vloed. maar in de zin van een stormvloed of whatever. Nou, en in Groningen, daar moet je niet uh, gaan zeuren over. Vind ik. Dus, nee, Victor, dat vind jij ook. Dat vind iedereen. Dat is nou typisch landbouwgebied. En daar moet je stikstof kunnen gebruiken zoveel je wil. Nou, en de windrichting ook in Groningen. Hè, en de windrichting in Nederland, dus ook in Groningen. Die is zuidwestelijk. Voor 60%, 70%. Dus alles wat je daaraan aan ammoniakdampen creëert. Punt 1 in Groningen waait het ontzettend veel, dus nou, dat verdunt het al vrij snel. En al die uh, geëmiteerde stikstofverbindingen. Ja, we gaan die naartoe? Ja, richting de Waddenzee. En wie heeft daar last van? Denemarken of zo. Puh. Dan moet Denemarken wel even met een goed verhaal komen. Ja, toch? Nou, en als Denemarken dan met een heel goed verhaal komt, ja, dan moeten wij misschien weer eens ergens over gaan nadenken. Maar geloof me, dat gaat Denemarken niet doen. Denemarken gaat nooit lopen beweren dat ze last hebben van Groningen als emitant van stikstofverbindingen. Tuurlijk niet. Dat krijgen ze niet hard. Dus en Friesland, de, nou, laat me zitten. En heb je nou in Drenthe heb je misschien een aantal uh, van die. Ja, van die drogere, arme gebieden. Misschien dat je die ook stikstofarm wil houden, maar. Ja, ik zou er even met z'n allen om de tafel gaan zitten en bepalen waar we het dan gaan doen. En dan is het ook daar. En daar gaan we het doen. En voor de rest gaan we niet zeuren over stikstofverbindingen. Gewoon niet. Nul. De mensen gaan er niet dood aan. De kip hebben nergens last van. De koeien. De vark allemaal knark, knark, knark. Niemand heeft er last van. En dan zeggen ze: Ja, Nederland heeft de heel... Van Europa is Nederland de hoogste bij vierkante kilometer. Ja. Dan word ik weer ontzettend boos. En dan heb ik weer zin om heel grove woorden te gaan gebruiken. Want dat geouwe hoer, daar moet je mee ophouden. Je moet Nederland niet gaan vergelijken met cijfers per vierkante kilometer. Nee, als je die cijfers wil gaan ophoesten van zoveel stikstof per. dan doen we dat niet per vierkante kilometer. Nee, dan doen we dat per inwoner. Heb je dat goed begrepen? Het goed, versteen. Het moet ook langskomen. En per inwoner, wat produceren wij per inwoner? We zijn namelijk het dichtstbevolkte land van Europa. Weet je nog? De wonen hier. Ik zou even erbij pakken. Ik worden echt ontzettend boos. Ik vind het echt heel gemeen. En wat Lubach doet. Het is onvergevelijk. Als zo dadelijk de, de, de normaalheid in Nederland gaat komen. De, dan moet Hans Lubach. Die moet zich, hij toch Hans of zo, hè? Die moet ze verantwoorden. Kijk, in België. Daar wonen 11 miljoen mensen. In Nederland 17 miljoen, hè? Nou, hoe groot is België? Dan pakken we nog even een land erbij. Nou, eens even kijken. Dan nemen we even zo'n landje wat zo lekker uh, meevreet uit de, de ruif van uh, de Europese Unie Dat is. Hongarije. Die krijgen een pak geld, jongen. Vraag me af wat ze daarmee doen. Dan doen we even uh, oppervlakte. En dan doen we Hongarije. Hongarije 93.000 vierkante kilometer. Nou, in Nederland, dat weet ik uit mijn hoofd, dat is 40.000. Dus Hongarije is twee keer zo groot. Als Nederland is. Als dat Nederlands is. Nederland is. Nederland, Nederland is 200 bij 200 kilometer. Dus dat is 40.000. Nou, ja, en Hongarije is er bijna 100.000 kilometer. Dat is 2,5 keer zo groot. En er wonen 10 miljoen mensen. Er woont ongeveer de helft. Dus. De, de bevolkingsdichtheid in Hongarije is een kwart van hier. Dus hier wonen vier keer zoveel mensen per vierkante kilometer dan in Hongarije. Ja, dan mogen wij toch ook vier keer zoveel stikstof uitstoten, of niet? En daarbovenop, wij hebben een hele intensieve landbouw. En daar mogen we trots op zijn. Wat is dat nou? Dat, dat, dat want, maar dit mag niet, want dit is uh, grootschalig. En het moet allemaal kleinschalig. Ik kan die eco -lui wel wurgen. Dat zou zoveel schelen, hè? Punt 1, je bent van het geoude hoer af... en ze produceren geen stikstof en koolstofdioxide meer. Pff, wat een opluchting. Ik ken die mensen, hoor. Die zeggen van nou, als we nou in Nederland... allemaal een moestuintje nemen... dan, euh, nou, dan is het allemaal veel kleinschaliger... en dan is het, wordt het ook een veel beter land... Sukkels zijn dat. Echt sukkels. Je hebt minimaal een, een hectare nodig voor een mens om eh, voldoende te produceren dat je kan eten. Misschien denk je met, met, met een hectare tegenwoordig met die intensieve landbouw en veehouderij dat je met twee mensen van een hectare kan eten. Misschien met drie. Maar dan moet, je, dan moet je zwaar vet aanpakken. En als jij een hectare hebt met macrobiotische zonnebloemzaadjes, dan kan je er niet van overleven. Dat kan helemaal niet. Ik vind het best, ik kan best zeggen: we, nou, we, we gaan in Nederland helemaal lekker terug. We, we, we stoppen met die hele intensieve landbouw en alles. En we, we passen de hoeveelheid mensen in Nederland aan, aan de nieuwe landbouw. Namelijk, die is niet meer intensief. Dus de productie van landbouwproducten die gaat met ja, een factor, rippeltje, pip terug. En dan gaan ook dat aantal mensen uit Nederland verdwijnen. Dat betekent een immigratiestop, punt 1. En met iedereen die al het laatste binnen is gekomen, daar wordt mee gesproken over de termijn waarop ze gaan vertrekken. Over de termijn. Dus niet of ze gaan vertrekken, nee, wanneer ze gaan vertrekken. Ja, en degene die het eerst hier gekomen zijn, die mogen in principe het langste blijven. Net als bij de reorganisatie van het de bedrijf. Degene die het laatst is aangenomen, dat is degene die het eerste wordt ontslagen. Nou, iedereen die het laatst is binnengekomen, die staat op de lijst bovenaan om te vertrekken. Want we gaan Nederland terugbrengen. En dan gaan we de bevolkingsdichtheid van Nederland terugbrengen naar die van Hongarije. En dat gaan we dan toch gewoon doen. Dat is toch geen enkel probleem. Nou, dan gaan we weer terug van 17 miljoen mensen in Nederland. Dan gaan we terug naar een kwart daarvan. Nou, maar dat is een kwart van 17 miljoen. Dat is 4 miljoen mensen. Nou, dan gaan er dus uh, 13 miljoen gaan verkassen. Dan kunnen wij, en dan zul je zien hoor, dan hebben wij die hele stikstofemissie, stikstofverbindingenemissie helemaal niet meer. Jongen, dan zie je het al voor je, de, de, de files in Nederland, die heb je niet meer. Hoeveel uh, vervuiling denk je dat files produceren? Al die mensen die uh, in de winter allemaal uh, de kachel aan, uh, uh, heb je allemaal niet meer. Alle emissies in Nederland die gaan dan met 75% omlaag, omdat wij naar de bevolkingsdichtheid gegaan zijn van Hongarije. Ja, daar kunnen we ook voor kiezen. Ja? Maar nee. Onze grenzen blijven open. Er komen per jaar een paar honderdduizend man komen erbij. En dan gaan we de boeren aanpakken? En waarom word jij niet zo boos dat je vieze woorden wil gaan gebruiken en dat je die wil hangen aan de hoogste boom? Dit is toch bitter oneerlijk. En zo'n Hans Lubach, maar lekker lachen met Hans Lubach, met zijn ingeblikte lachmachine eronder. Beetje lopen geinen. Kijk, er wordt ook gezegd ook dat er niet alleen de boeren worden aangepakt. Nee, ook bijvoorbeeld de bouw van een windmolenproject. In de Noordzee. Dat mag ook niet meer. Want de geelgerande bruinkikker gaat dan dood. Ja, dat is toch belachelijk? En dat, zegt, dat laat Lubach zeggen? Dus zo'n boer die dan uh, die wordt geïnterviewd en die is aan de beurt om zijn muntjes te bestellen... ...en die onderbreekt dat interview om te zeggen ik wil twintig muntjes en die wordt belachelijk gemaakt... Terwijl dat komt door die interviewer. Die interviewer die had tegen die man moeten zeggen: van, Goh, wij zijn hier van uh, Hans Lubach. En we uh, willen graag een gesprekje met je. Heb je even tijd? Had die man gezegd: Nou, ik heb wel even tijd, maar ik sta nu in de rij voor de muntjes. Ja? Dat ze dan zeggen: Nou, is goed, dan wachten we wel even. Spreken we af daar bij die dennenboom. Eikenboom. Plataan. Je kan toch ook? De NOS had, of wie wat die omrok ook maar was, ik denk, de NPS denk ik, die had toch ook een steentje kunnen doen. Met een bord erbij van, is er een boer die uh, zijn verhaal wil doen, uh, kom bij ons aan tafel zitten en dan mag je praten. Nee, dan gaan ze het terrein oplopen en dan gaan ze de rare gevallen eruit kiezen, die mensen een beetje voor het blok zetten. En dan uh, afzeiken. Kijk, zo'n boer te kakken zetten, dat doet Halt Lubach met het grootste gemak. En dan gaat de lachmachine eronder en dan lijkt het nog leuk ook. Maar dat er dan iemand zegt dat is, uh, de, want de, die. De, dat is een ander ding, de afsluitdijk. De afsluitdijk die, die schijnt toe te zijn aan een upgrade. Ah, oh, dat mag dan niet. Ja, welk natuurgebied loopt er nou een risico als de afsluitdijk wordt opgefrist? Welk natuurgebied? De Drunense duinen? Ja, ik, 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 ik kan die Hans Lubach als ik die tegenkom op straat. Dat, dat, dat komt niet, dat gaat niet gebeuren. Maar ik, ik, oh, ik zou die man zo graag in een kelder willen hebben. En dan verander ik mijn achternaam heel eventjes in Perry Dutroux. Oh, 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 oh. En dat loopt gewoon vrij rond, hè? Hans Lubach, dus hè? Hij je toch Hans? Jeetje, jeetje, jeetje. Kijk, ik moet jullie uitleggen. Als je de afsluitdijk, dat, dat is een dijk, en alles slijt. En het is best een belangrijke dijk. En ja, dat moet dus wat dan gebeuren. Dat moet er gewoon kunnen. En is er een natuurgebied wat er last van ze kunnen hebben? Waar? De Waddenzee niet. Hoe kom je erbij? Met de Waddenzee gaat het sinds jaar en dag uitstekend. Het enige is dat uh, ja, die eilanden die zijn heel langzaam aan het verplaatsen, uh, die, die trekken oostwaarts. Maar daar kunnen wij niks aan doen. Dat, dat, het is in één keer hoe de natuur is, dat dingen veranderen. En dat gaat niet zo heel hard, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Het is niet zo dat, uh, dat we binnenkort Duits gaan spreken op Terschelling. Maar op termijn. <laughs> maar ja, we hebben nog zoveel jaren voor om Duits te leren, daar komen we wel uit. Maar voor de rest loopt de Waddenzee helemaal geen enkel gevaar. Kom in de mijn. Dat was toen een beetje met, ze wilden gas gaan winnen in de Waddenzee. En ja, daar kan ik me van voorstellen dat je daar niet op zit te wachten. Maar dat hebben ze denk ik toch gedaan, hoor. Nee, en de Drunense Duinen, dat kan daar dat kan daar per definitie geen last van hebben. En zo'n windmolenproject op zee, ja, daar kan helemaal niemand last van hebben. Want die windmolens, ja, die worden dus geproduceerd en bij de productie van zo'n windmolen zal wel stikstofdioxide vrijkomen, dat lijkt me wel. Maar waar is dat dan? Is dat een fabriek die ligt midden in de Drunense duinen? Nou, ik dacht het niet. Die ligt ergens in Botlek ofzo. zo. Ja, Botlek, dat is een, uh, een industrieel gebied in het westen van Nederland. Ja, het, het, het is dus ook, als je zo'n stikstofarm gebied wil aanwijzen, dan gaan we echt heel zuinig op zijn. En dan houden we de stikstofconcentratie goed in de gaten. Dat die uh, plantjes die dan goed kunnen concurreren in een stikstofarme omgeving, dat die ook een concurrentiekans hebben. En dat ze er niet uit worden gegroeid door uh, hele normale planten. Gewoon natuurbehoud doen. Ja, dat ga je niet doen uh, in Rotterdam. Dan ben je gek. Dan moet je echt doen. Bijvoorbeeld wat ik net zei: drunnen ze duinen. Ook we misschien een stuk van Drenthe. Maar goed nadenken over dingen als windrichting. En, en waar zit er agrarische industrie? Maar dat gebeurt niet. En de reden dat het niet gebeurt... is dat ze die agrarische sector kapot willen maken. Ze willen heel Nederland kapot maken. En daarom krijgen wij... honderdduizenden mensen per jaar erbij... die we even mogen opvangen. Mensen die helemaal geen Nederlands spreken. 62% van de mensen in de gevangenis... die zijn van buitenlandse afkomst. Ook dat nog een keer. Ja... Dus als wij alle buitenlanders het land uitdonderen. Dan gaan de kosten van ons voor het gevangeniswezen. Die gaan omlaag met een factor 2,5. Als ik het even snel uitreken. Hoppakee. Ja, dan wordt het gevangeniswezen 2,5 keer zo goedkoop. Hè? Want 38% van de mensen in de bak die zijn van Nederlandse afkomst. En de rest is buitenlander. En wie betaalt dat? Ja, wij natuurlijk. En dan moet je ook nog eens gaan afvragen hoeveel buitenlandse mensen er überhaupt een baan hebben. Nou, zo maak je Nederland kapot. En dan ga je daarbovenop, ga je de agrarische sector aanpakken. En dan krijgen we ook nog btw-verhoging op het laagtarief. Wat ik ook schandalig vind. Ik vind dat er helemaal geen btw hoort op drinkwater. Ik vind dat hele btw afgeschaft moet worden. Een misdadige vorm van belasting. En ik vind dat iemand als Hans Lubach, ja, ik denk niet dat ik het mee ga maken dat in Nederland de rationaliteit gaat toeslaan en dat er wild om ons heen gemapt gaat worden. Ik denk het niet, maar ja, ik denk zelfs dat Hans Lubach een vreedzame dood zal sterven. Maar dat verdient hij niet. Die man heeft meegewerkt aan het kapotmaken van Nederland. En het bewijs, dat heeft hij geleverd met die uh, aflevering die, waarop ik geattendeerd werd door Nathan White. Nathan White. Boeren en stikstof. Zondag met Hans Lubach. Of Lubach. Hij toch Hans? S10. En wij maar lachen. En wij denken dat het leuk is om boeren voor lul te zetten. Er is een Engels gezegde en dat luidt. Uh, Don't bite the hand that feeds. Ja. Waar denk je dat het brood vandaan komt wat jij bij de bakker koopt? Uit een broodfabriek die dat maken van steen? Nee, sukkel, dat komt van boeren. Losers zijn wij. Echt losers. We maken ons druk voor het behoud. Er was ook in het ding van Lubach van in die tien minuten er een. ook een vrouw. Ja, en dan uh, op de heide bijvoorbeeld. Ik denk, wat mij die heide nou uit? Dat interesseert me niet. Iedereen geeft hem. Maakt me dat nou uit? Doe je ergens een stukje heidegebied en dan mogen daar die insecten zitten? Nou, dan zijn we toch klaar? Er zit ook zo'n heidegebied hier vlakbij Ede. Heet dat De Ginkelse hei heet dat? Nou, ik vraag me af hoe die, uh, of dat überhaupt wel lekker loopt. Want als je het dan hebt over stikstof. kijk Ede, dat is een behoorlijke stad aan het worden. En, en Arnhem, dat heb je Ede, Arnhem. Al, ja, Nederland is kei vol. En het stroomt alleen maar voller. En al die mensen moeten ergens wonen. En al die mensen gaan rijden met auto's. Zeker dat ze in de bussen gaan zitten en treinen. Ja, dus ik weet niet hoe het met de Ginkels en hei gaat. Maar maakt mij er wat uit? Ik denk nee, waarom? En als je dat dan wel wil behouden, dan moet je ergens een gebied uitkiezen. Maar doe dat even slim. En niet zo'n heidegebied, natuurgebied, vlak bij wanneer groeikernen zoals Ede en Wageningen en Bennekom. En dan ben je niet wijs. Misschien dat het met de Ginkelse heid... dat ik het overdrijf, hoor. Het zou kunnen dat de Ginkelse heid... dat het best goed gaat. Nou, dat is dan mooi. Ja. Maar er zullen ongetwijfeld heidegebieden zijn... waar het niet... Dat is een onhaalbare kaart. Als die liggen in een gebied... met allemaal intensieve landbouw... en een intensieve veeteelt. Nou... Ik weet niet hoe je het vol moet houden als heideplantje. Los van het feit dat uh, zo'n hei, die, dat hoort er ook nog bij, daar moet je met schapen overheen. Hè? Om het gras ertussenuit te, te peuren. Dat is een punt. Dat, dat blijft toch een punt, hoor. Ja, wie, laat al die, wie gaat er dan met die schaapjes over de hei lopen? Dat kost dus weer een arbeidskracht. Of je moet dat goed gaan regelen. Ja, dat kan je ook weer doen. Anyway, dat is allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. En je moet niet zeuren, je moet die boeren maar rust laten. En buiten dat, ja, dat ze die boerensector zo aanpakken, dat, dat doen ze dus al tientallen jaren lang. Dat ze de mensen zitten te klooien. Er zijn ook dingen geweest als de Europese boterberg en de Europese melkplas. En dat had allemaal te maken met overproductie en die overproductie werd veroorzaakt door subsidies. Dan gaan ze een sector subsidiëren. Hou er toch mee op. Laat die boeren met rust. Het is nu al zo dat er dan boeren. Die, 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 moeten dan, die, 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 die mogen dan nog maar 80 koeien, terwijl ze 100 koeien kunnen draaien. Hé, hey, die 20 koeien extra, dat mag niet vanwege de NO2 of de ammoniak. Ja, hou toch op. Waar maakt 10 koeien nou weer uit? Zo'n zo zak ellende van de provinciale staten. die, die zoiets zitten verkondigen van een boer. Ja, die rijdt wel eventjes een, uh, een Tesla. Een Tesla X1000 of zo. Ja, dat is een elektrische auto. Ja, sukkel. En wordt elektriciteit opgewekt. Ja, dat is allemaal met groene energie. Nee, stuk verdriet. Zo'n bedrijf als een Nuon-Vattenval, of tegenwoordig heet het alleen maar Vattenval. Die produceren voor 80% hun elektra met fossiele brandstoffen. 80%. Dat kan ook helemaal niet anders hier in Nederland. In Nederland kan je het niet opwekken met zonne-energie. Dat gaat niet. Dat heb ik al een paar maanden geleden een hele uitzending aan gewijd. Als je Nederland voor 100% wil draaien op zonne-energie. dan moet je de helft van het landoppervlak van Nederland afdekken met zonnepanelen. Nou, dat kan niet. Want dan zitten we namelijk in het donker. Dag en in nacht natuurlijk ook. Dan heb je, dus, nou heb je gewoon helemaal geen zonlicht meer hier in Nederland. Dan krijg je enorme problemen met schimmelgroei. En, nou, uiteindelijk gaan we dan langzaam dood. Dus dat kan niet. En het is wel mogelijk hoor, dat we alles met groene energie gaan doen. Met zonne-energie, dus, daar kom je echt een heel eind. Maar die zonne-energie moet je gewoon opwekken in ja, die plekken, in die regio's, waar je veel zonne-energie hebt en waar je een enorme beschikking hebt. Of een beschikking hebben over een enorme hoeveelheid vierkante meters. Nou, dan denk je al snel aan... Nou, wat denk jij aan? <laughs> Wat je, wat je moet hebben, ik zal je even helpen. Je moet een plek hebben met een hele hoge zonne-energie-intensiteit. Hier hebben we 100 watt per vierkante meter. Nou, dat is niet veel. Maar er zijn ook gebieden op deze aarde, dan is dat tien keer zo hoog. Dan heb je het over een kilowatt per vierkante meter. Kijk, dan gaan we praten over zonne-energie, of niet? Een kilowatt voor een vierkante meter. Oh. Als je dan 10 vierkante meter hebt, dat is een stukje van 3 bij 3 meter. Ongeveer. Dan heb je 10 kilowatt. Nou. Uh, uh, ja, ik draai momenteel uh, heb ik in mijn huishouding heb ik 100 kilowatt uur per maand. 100 kilowatt uur. Dat is kortom. Als we praten over een uh, stukje dan, hè, waar ik het over heb. Van de duizend uh, kilowatt voor tien vierkante meter. Was ik Nee, duizend kilowatt voor een vierkante meter. En ik heb honderd kilowattuur nodig. Nou, dan heb ik een... En dan hebben we, als ik dan één uur zonne-energie krijg, van een stukje van 3 bij 3 meter. Hè? En één uur zou krijgen. Dan heb ik 1000 kilowatt -uur. Ah. In de maand. Wat voel je? Dan? Dus er is ergens een stukje op deze aarde, daar staan zonnepanelen. Gaan we even uit van 100% efficiëntie. Dat kan natuurlijk niet, hè, maar... 100% efficiëntie. Dan heb je een stukje van 10x10, nee, 3x3 meter. Dat is een heel klein stukje. Daar komt dus... Nee, wacht eens even. Nee, vierkante meter is het. Het is een kilowatt. Ja, het is een kilowatt per vierkante meter. En ik heb 100 kilowattuur. Per maand. En dan moet ik even. Nou goed, ik kom, maar je hebt mij heel weinig. Ja, ik ben zo gekufferd. Dat is een heel klein postzegeltje aan zonnecellen. Het enige is, je moet die, die energie weten te transporteren. ...van daar naar hier. Want het is niet hier. Nee, het is. Dan nou, weet je het al. En je moet dus hebben een gebied met een hele hoge zonne energie en waar geen, uh, ja, niet of nauwelijks activiteit is. Want je kan de planten of dieren of mensen in die regio's niet in het donker zetten. Dus je moet een echt een zo goed als onbewoond gebied hebben. Nou, een de weekje denk ik nu al. Hè? De Sahara moet je zijn. En uh, stukken van Turkije en stukken van Syrië. en Al die Syriërs zitten toch hier? Nou, mooi zo. Per Syriër claimen wij eventjes een hectare van het Syrische landschap. Gewoon 1 hectare per Syrische persoon. Nou, hoeveel Syriërs hebben we hier? 100.000 of zo? Ja, 100.000 hectare van Syrië is van ons. In Syrië heb je geen 1000 watt per vierkante meter. Maar je haalt ja, toch wel de, de. Misschien 700 watt per vierkante meter. Ja, dat is het deal. Kijk, zo moet je het aan gaan pakken. Maar dat doen ze niet. Want het interesseert ze helemaal niks. Ze willen een heleboel kapot. Nederland moet naar de, naar de bedelstaf. Nederland moet een land worden van idioten die niet kunnen rekenen. Zoals Perry Winkel, die niet eens uit kan rekenen. als je 100 dat Digiteer me dat hoor. 100 kilowatt en dat is een uur. Dus als je een uitgaat van 100 kilowatt, dan moet je een veld hebben van. Dan schrijven we wortel 100. Nou, zijn we 10 bij. Nee, 10 bij 10. Hè, we komen eruit. 10 bij 10 meter als zonnecellen. En dan heb je een kilowatt per vierkante meter. En dan heb je dus bij 10 bij 10 heb je 100. Kilowatt. Ja, dan komt er 100 kilowatt binnen. Op 10 bij 10 meter. hè. Ja, nou, van die zonne-energie één uur. Dus er moet ergens dan in. Nou, neem de Sahara, daar heb je een kilowatt per vierkante meter. In de Sahara staat een veldje van 10 bij 10 meter met zonnecellen. Nou, en de energie die er van afkomt voor één uur per maand. dat is voor Periwinkel. Dan is Periwinkel helemaal blij, want meer heb ik niet nodig. En daar kan ik uh, mijn theetje van, want ik heb een waterkoker hier. Ik heb uh, nou, iets van drie CPU's, drie laptops heb ik hier draaiende. En ik heb een router en ik heb, en ik heb nog een machine hier draaiende. Ik heb iets van vier, vijf, zes computers. En ik heb zo'n hele handige lamp. Maar dat is niet een gloeilamp, dus er komt geen warmte van. Maar die geeft alleen maar licht, dus wat zal die zijn? 16 watt of zo. Sorteel buisje. Dat nou, is Ja, Af en toe doe ik een beetje het licht aan in de gang als ik de deur uit moet, dat is Ja, ik kon ermee toe. We dus er zitten tien bij tien meter in de Sahara. Één uur in de maand is genoeg voor Perry. Nou, en die andere uren in de maand. Want er zijn nogal wat uren in de maand. dat je zonne-energie hebt in de Sahara, hoor. Hè? Dat is namelijk ongeveer 12 uur per dag. En die kilowatt per vierkante meter. die is gemeten over het hele etmaal. Dus overdag, als de zon op het hoogste punt staat. Ja, dat is ook een keer Ja, dan heb je overdag, als de zon op het hoogste punt staat. de hoogste PUNT STAAT. heb je misschien wel 6 kilowatt. Per vierkante meter. Ja, 's s'nachts natuurlijk nul. Ja. Ja. Nee, dus je mag uitgaan van alle uren die in een maand zitten. Dus in een maand zitten 30 dagen. En een dag is dan 24 uur. Ja. Kortom, als we over dat soort dingen gaan praten, dan is het allemaal dan, nou, eigenlijk wel vrij snel opgelost. En die efficiëntie, de 100% haal je echt absoluut niet. Maar een efficiëntie van 0,1%. Nou, nee, dat is een beetje heel weinig. Maar 1%, als je daarop mikt, inclusief transportverliezen, moet 1% haalbaar zijn. En er is zo bizar veel woestijn, man. oh. oh, oh. Kijken wat hoe groot Syrië is. Syrië. 185.000 vierkante kilometer. Dat is dan vier keer zo groot als Nederland. Ja, Turkije, oh man. Turkije is, uh, uh, is 800.000 vierkante kilometer. Wauw. Dan moeten die Turken gaan praten. Kijk, ja, die hebben wel wat kilometertjes over voor ons. En daar kan Nederlandse energiebehoefte zo dekken, hoor. Dus geen enkel probleem. Ik had uitgerekend, hier in Nederland kan je toe met, dus wij kunnen in onze energiebehoefte voorzien als wij 20.000 vierkante kilometer uh, zonnecellen hebben. Maar dat is uitgaande van 100 watt per vierkante meter. Dus als je gaat naar, neem maar, vijf keer zoveel, 500 watt per vierkante meter, dat heb je al ter hoogte van landen als Zuid-Frankrijk of zo. Want wij zitten vrij noordelijk hè. Nou, stel dat je vijf keer zoveel hebt, dan heb je dus maar een, een vijfde nodig. Dus dan hoef je geen 20.000 vierkante kilometer te hebben, maar een vijfde daarvan, dus heb je 4.000 vierkante kilometer nodig. Uh, met andere woorden, 2% van Syrië. Dan zijn we klaar. Het enige probleem is dat we dan nog die transportdingen hebben. Maar als iedereen dat gaat doen, dan kunnen we dat transport gezamenlijk gaan regelen. Libië, oh man, Libië is. 1,8 miljoen vierkante kilometer. Wauw. Dus, dat is hoeveel keer groter dan Nederland? Dus, 1800. Duizend vierkante kilometer. 1800. Dan gedeeld door veertig. Nee, 400 waren wij. Hè? Nee, klopt niet. Die maak ik me fout. Het is 40.000, ja, natuurlijk. Libië is, 45, is 45, 45 keer zo groot als Nederland is. Nou, Libië kan ook hele stukken afstaan voor de energieopwekking. Kijk, dan denk je positief. Maar dat doen ze niet. ...zijn ze niet in geïnteresseerd. Ze willen lekker lachen met Hans Lubach. Lachen terwijl de boeren kapot gaan. En als de boeren straks kapot zijn... ...you believe me, die natuurgebieden... ...die komen niet zomaar terug. En wat er nu al aan extra stikstof in de grond zit, daar dat haal je er niet zomaar uit. Dus het is heel moeilijk om dat weer terug te draaien. Dus dan heb je wel de agrarische sector aangepakt, maar er is niks voor in de plaats gekomen. Want dat wordt dan het nieuwe Nederland. Nee, daar word je blij van. Okay. Ja, niet dus. Dat is best erg. En Hans Lubach is uh, bijzonder schuldig. Ze hebben in Zuid-Afrika zo'n comité van de waarheid gehad. Nou heb ik zo mijn hele ernstige twijfels bij de, de waarde van alles wat er gebeurd is in Zuid-Afrika sinds Nelson Mandela daar stond te zingen Kill the Boers, Kill the Boers. Het, letterlijk, hè? Nelson Mandela is een brug naar vernoemd, hier bij mij om de hoek. Kill the Boers. Wel, geen Engels, Perry. Nou, dat betekent zoveel als vermoorde boeren. Nelson Mandela is ook een smeerlap. Hij is dood. En over de doden niets dan goed. Nou, wat ik erg mooi vind aan Nelson Mandela, echt perfect, is dat hij dood is. Lul van een vent. Keelde Boers. Ongelofelijke racist is dat. Nelson Mandela dus. Robert Mugabe, dat is ook zo anti-boerenbeleid. En mensen willen het, hè? Die willen zo'n. Is ja, een vorm van masochisme of zo? Een. Uh, auto-immuunreactie of zo? Dat heb je, hè? Dat. Mensen, hun afweersysteem, dingen, dat keert zich tegen het lichaam zelf. Het lichaam maakt zichzelf kapot. Nou, dat vinden wij dan interessant. Een soort collectieve zelfmoord. Om de bruine, geelgerande witkever te redden. En die kever wordt helemaal niet gered. En trouwens, waar maken we ons zorgen over? Want als je het hebt over biodiversiteit, hè, moet je eens kijken hoeveel planten er groeien in een gebied als Amsterdam. In het midden in de stad. Zijn huh, er graaf aan te kijken? Dan denk je wel, oh, dat is allemaal onkreut. <laughs> Ga eens goed kijken. Er zitten hele bijzondere plantjes tussen. Wees daar dan blij mee. Nee, je moet er niet zo moeilijk over doen. En ik wil niet zeggen dat die boeren door de eeuwen heen altijd alles goed hebben gedaan. Want die hebben best behoorlijke fouten gemaakt. En heel jolig omgesprongen met insecticide. En, maar daar hebben ze zelf ook een prijs voor moeten betalen. En inmiddels zijn de meeste boeren. die doen dat niet meer. Die, die, die snappen dat ook wel. En ze weten ook wel. dat heet iets van wisselbouw of zo. Ze roeleren dat. Ik ken iemand die heeft zo'n aardbeienboerderij ergens in Bretagne. En die heeft dan een deeltje met een buurman. En die buurman die heeft koeien. En hij heeft een aantal velden. En ja. Op zo'n één zo'n. toen wij daar waren, waren er op twee velden daar stonden aardbeien. En een ander veld daar stonden koeien. En ja, dan, dan, dat het dan. Hè? Dus het jaar daarop, dan wordt een van die velden waar dus nu aardbeien stonden, die, die wordt dan omgeploegd en daar wordt graszaad ingedonderd. En dan laten ze gras groeien en dan gaan weer koeien opstaan. En dan wordt dat veld waar nu die koeien op staan, dat wordt dan omgeploegd en daar komen aardbeiplantjes in. Ja. Dat gaat al jaren zo en dat gaat goed. Dat gaat altijd goed. Daar is helemaal niks mis mee. Tuurlijk doen we dat. Hollandse jongens, hè? Nou, en tegen jullie zeg ik dan uh, op zijn Duits, want namelijk op zijn hamburgers: tjus! En niet meer lachen om die lul van een lubach. Oh, ik heb lul gezegd.